goedemiddag. Hey, poesbeetje. Ja, lieve vrienden, het is dinsdagmiddag. Het is 6 maart. Het is 12:32 en ik zeg welkom bij deze nieuwe vlog. Ja, ik doe het eens eventjes anders dan anders. Ik ga even met jullie de tuin in, want het is zo lekker weer. Dat, ja, dan moeten we nog eventjes van genieten. Het is zo mooi weer, het is rustig weer, het is niet eens niet te koud. Nee. Dus hoe doen we dat? Ik zet jullie even op de terrastafel neer, als het allemaal wil. Jullie start scheef. Ja, er ging even wat mis. Dus ja, dat kan gebeuren. Het is zo heerlijk weer. Hey man. Hi. Kerel. Hey mannetje. Dat is de camera. Ja, dat is een poot. Ja. Ben je lief? Kom dan. Kom dan. Dit is genieten. Ja. En dan nou is het voorjaar, Rick. Ja, van het ene moment op het andere moment. Hé? Hé. Ja. Ik zal er zelf op proberen te gestaan. Nou, die bak, daar moet nieuw in. Dat is allemaal kapot en dood. Dat is kapot. Dat is wintervast, dus dat komt wel weer goed. En dat komt ook goed. Er komen rode besjes in en daarna worden het witte klokjes. Dus ja, dat is leuk. Nou, dit is ons hondje zijn kant. Dat wordt dagelijks schoongehouden door mij. Ondanks dat ik met een stok loop, maar dat hindert niet. Nu. En ja, dat treurt mij, dat gedeelte. Ben ik zo verdrietig om. Ik hoop dat ik daar toch dit jaar gewoon voor krijg. Ja. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. En ja, iemand had deze bak kapot gemaakt. Had een nieuwe beloofd. En zeker niks. Nu. Ah, diegene die had ook die fiets hier gebracht. Die zou die opknappen. Maar ook doet hij dat niet. En wat moet ik mee? Ik kan niet fietsen. Ja, voor de gasten. Maar ja, de gasten gaan echt niet op zo'n fiets. Nee. Die niet opgeknapt is, geen goede zadel, niks. Het enige wat hij nieuw erop had gedaan, dat was het slot. Maar ook dat begint lekker vast te roesten. Dus ja, wat doe je eraan? En kijk eens hoe mooi de lucht is. Ook zo mooi. Wel wolken, maar mooie wolken. Ja. Zo kunnen we spieken bij de buren. Wow. Maar ja, in ieder geval. Dat mag niet. Nee, dat is strafbaar. Ga je mee of blijf je buiten? Hak de poort dan open. Want dan krijg ik vanmiddag weer bezoek. Ja. Ja, die is open. Maar... Ga je mee, man? Want vrouwtje heeft nog druk. Vrouwtje heeft nog van alles wat te doen. Kom maar. De deur gaat echt wel weer dicht. Zo. Even jullie weer omdraaien. Zo, hè. Ik ben ook al bezig geweest weer voor een spiegel, een vierkant, want ik heb geen ronde meer momenteel. Maar ik heb even wat op de tafel uitgelegd en dat zijn schelpen. Ja, en nou, dit zo, kijk, dat heb ik neergelegd en dat wil ik proberen om dus op, ja, dat dus niet. Dat dus allemaal niet, maar dit zo
op zo'n vierkant spiegeltje te krijgen. Ja, lijkt me leuk. En dus. Maar ik heb ook nog even dat in de vaatwasje te doen. En ik wil koffie en ik wil een broodje. We gaan er weer tegenaan vandaag en natuurlijk laat ik jullie het allemaal weer bewonderen en zien. Ook krijg ik een bezoek, nou die mag niet gevlogd worden als ze willen, maar het mag niet, want ik krijg ze ontslag en dat doen we haar niet aan, nee. Die rode rakker die brult alweer, zo dan, wil erin, ja. Nou laten we die er nog even erin. En dan komt er maar. Goed zo. Hè? Goed zo, kerel. Hé? Ja. Oh ja, man. Is het zo? Is het zo? Ja, dat is het eten van gisteren van ons rondje nog, hè? Ja. Ja. Die wil niet eten. Ik weet niet wat die heeft. Maar hij wil niet. En toch is hij zo fit als een hoentje. En dus. Maar ja, wat doe je eraan? Twee keer niks. Nee. Maar ik zeg, lieve vrienden, tot later. Ja, mijn prinsesje legt lekker te slapen. Mijn hondje legt lekker te slapen. Maar ik heb weer een spiegel. Dat die ga ik jullie eventjes laten zien. Deze heeft enkel maar een bovenrand en een klein hoekje. Wat ik op tafel had neergelegd, dat was te groot en te veel. Omdat de vierkante spiegels te kleiner zijn. Ja, die zijn niet zo groot. Dus, maar ik heb er een pareltje bij, oftewel die kralen. Ik zal het jullie laten zien. Kijk. Zal ik even zo doen op de bovenrand. Oh, dat is mijn polsbandje. Ik vind hem zelf weer zeer geslaagd. Weer mooi, hè? Ja, ik vind het wel. Dus ja, degene die het niet mooi vinden, die moeten het ook maar zeggen, ieder zijn eigen smaak. Maar ik probeer toch allerlei soorten fantasieën te gebruiken. Ik heb nog wel meer schelpen, maar dat is meer die grotere. Er zit wel kleintjes tussen voor hoekjes op te vullen. Maar dat is voor een grotere spiegel. En die heb ik niet meer momenteel. Nee, moet een beetje buiten. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ja, dat legt hier nog allemaal. Kijk, dat is nog een kleinere, er zit nog een klein spul bij, nog wat scherfjes om hoekjes op te vullen. Maar de rest is allemaal groot, hè? Ja, zelfs die, moet je zien wat ik er... Ja, en die. En dan heb ik boven, op zolder nog zo'n hele grote, die je tegen je oren aan kan houden. En dan zeggen ze, dat is de zee, maar mooi niet. Dat is laag. Natuurlijk, en dat weet iedereen wel, dat is gewoon je eigen bloed die je hoort ruizen. Ja, dat hoor je gewoon dan. Maar ja, gisteren ook nog kreeg ik gewoon van, nee, dat is de zee. Ik zeg, dat is Larikoep, je kan de zee niet in die schelp horen. Die zee, die schelp is droog van binnen. Ja, er zit niks meer in. Als je dat tegen je oor houdt, is het gewoon. Je hoort gezuis. Nou. Er zijn artsen die zeggen het is bloed, maar het, ja, dat hoeft ook nog niet eens bloed te zijn. Maar gewoon, je houdt je oor afgesloten. Dus je hoort het op een andere manier allemaal. Dus ja, het is allemaal een beetje larikoek. Ik ga het straks nog even op internet eens even opzoeken. Want de zee is het sowieso niet. Dat is gewoon zwetspraat, bijna preert, zeggen we in Friesland. Dus ja, dat ga ik straks eens eventjes opzoeken. Weet, die komen we erachter. Ja. En dan krijgen jullie dat nog te horen van mij. Dus tot straks.
Ja, jullie hadden de spiegel al gezien, maar ik pakte hem op en toen zag ik wat. Maar ik laat hem nou even liggen, want ik kan hem met één hand niet oppakken nu. Maar die bovenrand, die vond ik nogal kaal. Dus ik heb kleine kraaltjes, de hele kleine kraaltjes ertussen gedaan. Zoals jullie zien. En een paar grotere erboven. Want het was te kaal en dat vond ik toch niet mooi. Nee, ik denk, nou doe ik het zo. Dus ik zal hem nou wel even optillen. Even pakken. Zo. Nou, dan zien we onszelf, dacht ik zo. Ja. Ik vind hem mooi nou. Toch? Kijk, deze kale plekken, ja, dat moet je voor lief nemen. En zo zie je, je moest altijd nog weer lijm. Ja, het loopt allemaal nog. Maar het maakt niet uit. Maken we wel weer schoon. Zo is dat. Ja, nee hè. Even wat weghalen. Nou, de rest dat maken we wel weer schoon met dat speciale spul. Maar dit zit in ieder geval. Ja, en ik vind het mooi. Dus komt goed. En mijn hondje die is lief. Ja, ja. Heel lief. En hij wil niet eten, al is het nog zo. Dus, krijgt ook niks lekkers. Niet eten wil ook geen lekkers. Dat was met ons vroeger ook. Niet badje leeg, kregen ook geen toetje. Ja. Dus, lieve vrienden, tot strakjes weer. Ja, ik was weer terug, hè. Ja, lieve vrienden, ik was even de hort op. Enkel, ik had jullie niet mee, ik had zelf mijn mobiel niet mee. Ik ben even naar Xenos geweest, waar ik ook de rest van mijn spullen allemaal koop. Omdat ik steeds met die secondenlijn troep zat. Ja. Nou, hij wil nou al niet meer open, terwijl er nog genoeg lijm in zit. Dat vind ik een beetje begrotelijk voor het geld. Dus, ik ben nou heen gegaan. En ik was alweer een hoop geld kwijt, tenminste wat heet. Ja, dat heb je wanneer je merkspullen koopt. Dan kun je wel goedkoper willen, maar is dat dan wel goed? Heb ik zo'n lijmpistool gekocht? Ja, er zit toevallig 2 staafjes gratis bij. Ik heb er staafjes erbij gekocht. Maar wat ook leuk is, vind ik zelf. Nog een paar staafjes, lijm, maar er zit glitter in, dus dan hoef je verder niks. Ja, oké, hier en daar een bloemetje of een dingetje of weet ik van wat, maar ik kan toch een leuk randje van maken. Ja, vind ik. Dat versier ik wel weer. Dus daar ben ik blij mee en voor boven heb ik een nieuwe fles gekocht bij mijn bed. Dat ga ik even schoonmaken. Dan ook water erin en die fles die ik boven heb, nou voor de liefhebber, ik geef hem wel aan iemand die, nou of ja, wat ik er ook mee kan doen, dat is de weinige planten die ik heb water mee geven, maar ik heb ook een gieter in, anders breng ik ze onder de kraan. Maar ja, die gaat niet weg, het is nooit weg om een reservefles te hebben, maar hij drinkt niet lekker. Nee, er zat een rietje aan, nou. Die heb ik gelijk uitgehaald. En dan zit je aan die tut te drinken. Tenminste, die tut, dat is. Ik zal het jullie laten zien. Wat ik bedoel. Dan zit je hier aan te drinken. Dat is niet prettig. Maar ik heb bij de computer ook zo'n model staan. Ik heb een ander kleurtje. Paarse. Maar nou is het zo. En dan heet dit eiermond. En dat drinkt veel prettiger. Ja? Drinkt veel prettig. Dus ja, hop, die gaat wat even schoongemaakt. Koud water erin. En dan heb ik boven bij mijn bed voor mijn medicatie. Heb ik dan drinken staan. Of wanneer ik midden in de nacht wakker word en ik heb dorst. Dan kan ik hem gebruiken. Dus ik ga.
ga nou lekker een bakje koffie maken. En natuurlijk heb ik weer een bounty. Ja, want ik heb ook eventjes bij de Dekamarkt geweest. Dan heb ik even 3 soorten koeken gehaald. Want ik krijg morgenmiddag visite. Dus ja, komt allemaal goed. Nou, dan heb ik 2 spiegels klaar. En ik zal zo meteen, het is toch nog vroeg voor mij. Ik eet toch al te laat. Ga ik toch nog proberen om eventjes met die lijmpistool te gaan werken. En ik ga het eerst op de krant uitproberen. Lukt dat? Dan pak ik een spiegeltje en dan ga ik die spiegelen. En door. Top. Dag lieve vrienden. Tot strakjes. Ik laat het jullie zien. Ja, lieve vrienden. En het is alweer avond. Het is 9:00 zowat. En dan lopen we alweer tegen het einde van deze vlog. Mijn hondje slaapt. De prinses legt erbij. Ja, heel erg lief. Ik hoop dat ik het even zonder mijn handen ervoor kan laten zien. Dat is toch lief. Of niet dan. Zo moet zakken. Zo ja. Lief hè. Zo lief en aandoenlijk. Dank je, ja, lieve vrienden, dat ik wens iedereen een hele genoeglijke avond. En ik sluit deze vlog 123 weer af. Dat was dus de dinsdag. En ja, ik hoop dat jullie ervan kunnen genieten van mijn dag. Ja, een beetje een dagboek gaan we erbij bijhouden. Ik ben dus weer met een spiegel bezig geweest. Ik heb weer van alles erbij moeten halen, omdat ik het anders niet redde met de secondenlijm. Maar komt goed, ik moet ook weer spiegels bijhalen. En ja, we gaan op Facebook een groep erbij oprichten voor die spiegels. Want ze zijn dus te bestellen bij mij. Let wel, bij mij. En dat kan dan via die groep gedaan worden. Krijgen natuurlijk de groepsnaam nog te horen, maar ik wil eerst alles klaar hebben voordat ik hem officieel bekend maak. Dus zeggen, lieve vrienden, tot aan de andere kant van de nacht en God zegen. En let wel, die houdt over ons allen de wacht. Doeg, lieve vrienden.